Als je de griep hebt of zo, een van de twee, dan zorgt de ander er ook voor. Die zorgt ook dat, uh, dat, uh, dat je een soepje krijgt en een kopje thee en ondertussen het huishouden draaiende houdt. Uh, ja, dat doe je gewoon. Alleen, bij ons houdt het niet meer op. <laughs> het griepje gaat niet over. In 2013 komt Paul met een blinde darmontsteking in het ziekenhuis terecht. Daar constateren ze dat hij diabetes type 1 heeft... Er treden verschillende complicaties op, zoals kapotte zenuwen, waardoor hij chronische pijn heeft in zijn voeten en benen. Paul komt in een rolstoel terecht en Maaike wordt zijn mantelzorger naast haar drukke baan. Op een gegeven moment ben ik daar ja, zelf eigenlijk tegen de muur gelopen. Ik dacht van nou ja, alles wat Paul niet meer kan, dat neem ik dan wel op mijn bordje en dan houden we toch met z'n allen houden we een beetje gewoon het leven in stand. Um, maar goed, dat is op een gegeven moment dat hou je, je tijdelijk vol, maar niet je hele leven. Dat merkt Maaike ook in 2018, als ze thuis komt te zitten met een burn-out. Dat is het moment dat Maaike en Paul vinden dat er iets moet veranderen en dat hulp vragen aan de omgeving geen zwakte is. Daarnaast komen ze via community 'deel je zorg' in contact met andere mantelzorgers. Bij mijn vriendinnen kan ik, kan ik het er ook wel over hebben, maar die herkennen het dan minder. En, en soms kan het gewoon erg helpen dat iemand het herkent en dat je er op die manier over hebt. Het praten over haar mantelzorgervaringen heeft Maike ontzettend geholpen. Met haar verhaal hoopt ze ook andere mantelzorgers te helpen. Ik hoop ergens wel dat de weg die ik heb doorgemaakt, die hele zoektocht en het overspannen worden. En dat, dat wil je mensen natuurlijk eigenlijk. Ja, je hoopt dat, het, dat dat iemand anders niet overkomt en ik denk hoe meer bekendheid aan is en hoe meer verhalen er verteld worden hoe meer je gaat herkennen en dat je misschien ja dat andere mensen daar iets van leren